Barzella alba, oftewel Malabar of Ceylon spinazie, is een klimplant eigenlijk voor de kas. Het blad kun je dan eten als spinazie. Het zijn vrij grote zaden. Kijk, die zijn zelfs nog groter dan spinaziezaden. Eerst een bakje vullen met zijgrond. Beetje goed aandrukken. Zo, foutje maken. Probeer de zaden stuk voor stuk eruit te laten komen. En dan kan je ze mooi verdelen over het oppervlak. Ik ga niet zoveel planten kweken, zeg maar een stuk of 20. Dus er hoeft ook niet zoveel zaad in. Afstrooien. Met een dun laagje zijgrond, halve centimeter is wel genoeg. Aandrukken. En als het kan, als je dat hebt, en dat is niet zo vaak te kopen, een beetje kippenzand, grof zand. Houd het oppervlak mooi open. Zo, etiketje had ik al gemaakt. Kijk. Wachten tot het water helemaal boven is, dan wordt de aarde donker. Uit laten lekken. Dan in de vensterbank of in de kas. Eventueel kapje erop. Temperatuur een graadje 20, 25 graden. Als het gekiemd is, meteen in een volle licht zetten. Anders gaan de plantjes rekken, dat wil je niet hebben. De Malabar spinazie, oftewel Barzella. Die ga ik nu verspelen. Plantjes zijn goed opgekomen. Ik heb er niet veel nodig. Want er worden grote klimplanten. Dus ik doe er maar 4. Voorzichtig uit het bakje halen. Dan proberen om 1 plantje los te maken. Het zijn alleen nog maar de kiemblaadjes die eraan zitten. Maar als je het voorzichtig doet, dan kun je zo'n plantje best al verspenen. Ik heb 4 planten verspeend van de Barzella. Die zet ik even in een schaal met water. Laat het water goed optrekken. Voor planten die hoog willen klimmen, moeten we voor steun zorgen. En dat noemen we bamboestaken. En de makkelijkste manier om een steun te maken is een hok van 4 palen. Neem niet veel ruimte in, dat is een vierkante meter. Je zet in een hoek, zodat je 4 palen, een beetje schuin in de grond. Bamboes van ongeveer 2,5 meter lengte. En die bind je bovenaan bij elkaar met een touwtje of een ijzerdraadje. Bovenaan doen we een ijzerdraadje eromheen op ongeveer 2 meter hoogte. En binden we het boel goed vast. Alleen op een warme plek hoor. Dit is een plant die veel warmte nodig heeft. Zo, een beetje inwateren. Maar erg mooi blad. Je moet het dus wel aanbinden aan die stokken met een touwtje, anders valt het gewoon om.